Hoi. In en om Groningen gaat de komende maanden veel veranderen. De Ring Zuid gaat volledig op de schop. En om jullie een beetje voor te bereiden... Dan zul je hem hebben. Hey, Karel. Hey, wat heb jij allemaal meegenomen? Ja, goede voorbereiding, hè? Ja, ja. Mooie praatjes. En verder dan? Verder, dat gaan we horen van... Bert Kramer! Wat gaat hier allemaal gebeuren? Hier gaat de komende tijd heel veel gebeuren, want we gaan het Julianenplein eigenlijk helemaal afbreken en een nieuwe bouwen. En om dat mogelijk te kunnen maken, moeten we ten zuiden van het huidige Julianenplein een tijdelijke T-splitsing aanleggen. Maar wat houdt het precies voor ons in? Ja, wat dat betekent voor jullie, dat kun je beter aan Marcel vragen. Ja, dan gaan we door naar Marcel. Marcel is een van de vervoersontwikkelaars bij Qbuz die meedenkt over slimme oplossingen. Hey, wat hoor ik nou? Nieuwe dienstregeling? Ja. We hebben meer rijtijd in de dienstregeling om vertraging op te vangen. En lijnen die in Groningen rijden houden we zoveel mogelijk apart. En ook chauffeurs en bussen houden we zoveel mogelijk bij elkaar. Klinkt goed. En verder? We zijn hier dus bij de halte van Kettewicht-Verstuurbrug. Een drukke halte midden in het bouwgebied. Dus we ontkomen er niet aan om de lijnen die hier stoppen om die om te leiden. De bussen komen straks daar van de A28 af. Op de A28 hebben we al een eigen busbaan. Die loopt helemaal door. Hier langs het eventuele stilstaande verkeer kunnen we om de auto's heen, linksaf, en rijden we door naar het hoofdstation. Nou, poepoe, dat wordt mooi. Weet je wat ook mooi is? Man, wat mooi. Ja, prachtig. Hé, hey, Marcel, bedankt. Ja, ook bedankt. Dan moet jij even opleveren. Zo, dat heb je snel gedaan. Ja, jongen, ik ben ook weer aan het werk. Nou ja, dan maar zo.